Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een nieuwe video. Deze video gaat over 3 dingen die je moet doen voordat je 25 jaar oud bent. Dus ben je momenteel nog geen 25, dan is deze video voor jou. Ben je ouder dan 25, kan je misschien ook wel key takeaways halen uit deze video die ik speciaal voor jou vandaag maak. Apenstaartje Paul van Sprundel op Instagram en Facebook voor iedereen. En drop even een like en abonneer alsjeblieft. Het zou mij enorm veel waarderen voordat we beginnen met deze video. Oké, wat veel gasten nu aan het doen zijn van 18 tot 25 jaar. Wat doen deze gasten? Gamen de hele dag, uitgaan. Vastzitten aan een vaste chick en relatie en zelfs daarmee samenwonen. Iets wat ik nooit zou doen als je nog geen ton plus winst maakt per maand. Letterlijk. Dat is iets wat ik in mijn hoofd heb. En ja, op dat level zit ik momenteel niet. En als ik op dat level zit, wie weet dat ik dan wat serieuzer ga daten eventueel. Een stukje gokken, een stukje drinken, drugs gebruiken en het werken bij kutbaantjes. Nou, dit zijn eigenlijk allemaal dingen die je niet wil gaan doen in je jongere jaren. 18 tot 25 zijn zulke belangrijke jaren om de rest van jouw leven succesvol te maken. Die zijn ook de fundering. 18 tot 25-jarigen is de fundering voor elke jongeman. Als je deze 7 jaar positief doorkomt, maak je 10 keer zoveel kans om succesvoller te worden in je 25 tot 25 jaar oud. En dat gooit je ook mijlenver voor op de rest. En hier heb je natuurlijk dat stuk, 18 tot 25 jaar. Dan zou je eventueel naar de universiteit kunnen gaan. Nou, ik raad sowieso af om naar de universiteit te gaan, eerlijk gezegd. Ik heb daar niks geleerd. Ik heb daar €3.500 schuld opgebouwd in 1 jaar. Aan de ondernemerschapsstudie Business Entrepreneurship en Business Innovation Tilburg University. En in dat jaar dropshipte ik harder dan de meeste van mijn leraren. Ik raad je aan om die 4 jaar van die studie niet te doen, eerlijk gezegd, als je wilt gaan ondernemen en daarin gewoon gaan beuken. Desnoods neem je 9 tot 5 en daarnaast ga je alvast werken aan je business. Dat helpt je zoveel beter dan een studie en alleen maar gaan zitten zuipen. Oké, nummer 1. Bouw je lichaam op. Dat is wat je gaat doen. Het kost je letterlijk 5 uur per week om bij de top 1% mannen te horen. De ROI hierop is belachelijk hoog. Ik heb een aantal schema's voor je klaarstaan die misschien interessant voor je zijn. 3 keer full body, 4 keer upper lower, 5 keer push-pull-legs /upper lower. En 2 keer in de week bij deze workouts doe je ook nog abs, want je skipt geen enkele spiergroep. Door dit te doen bouw je meer zelfvertrouwen op, meer respect, je krijgt meer vrouwelijke aandacht en meer kracht in je leven. Extreem belangrijke dingen als je misschien nog niet het geld hebt wat je graag wilt, maar wel dat respect en status wilt van bijvoorbeeld andere mensen. Oké. Nummer 2, leer een high income skills. Leven is bijvoorbeeld sales. Leer het snel, maakt niet uit wat voor persoonlijkheid je momenteel hebt. En verkoop daarbij low ticket met dropshipping bijvoorbeeld. Ik raad iedereen aan die deze video bekijkt en die weinig startkapitaal heeft. Start met je dropshipping business. Ik zeg dit niet alleen omdat ik een dropshipping coach ben, maar omdat dit voor mij het businessmodel geweest is om los te komen van de matrix, los te komen van de 9 tot 5 voor de rest van mijn leven. Het bouwt discipline op, het zorgt voor zelfvertrouwen en standvastigheid. Je gaat heel veel skills leren omtrent online marketing, waarin je de rest van je leven wat aan hebt. Als je leert om dus producten te gaan verkopen die je nog nooit in je eigen hand hebt gehad, ga je nooit meer broke zijn. Nou, hoe ik in e-commerce ben beland is dus door stap 1. Ik was mijn lichaam aan het opbouwen hier in de gym, 10 minuten van mij vandaan. Het was een iets duurdere gym, €60 per maand. Ik koos voor deze gym, omdat je daar sauna had en koude emmer, dat ik dat persoonlijk wel een goede routine vond voor mijzelf. Ik was daar aan het gymmen en ik kwam daar een oude middelbare gast tegen. Daarmee ben ik eigenlijk begonnen met ondernemen en zo ben ik eigenlijk in dropshipping beland. En zo zie je maar door die vastberadenheid en nooit stoppen, heb ik het uiteindelijk wel gehaald. En die oude middelbare schoolvriend was al na 6 maanden gestopt en ik denk dat hij heel veel spijt heeft dat hij gestopt is als hij mijn resultaten ziet en resultaten van studenten. Nummer 3, investeer in een goede mentor, omring jezelf met high performance of ga lezen. Er zit ongelooflijk veel waarde in boeken die je leven gaat veranderen. En eigenlijk zoek goede mentoren. Het is al supergoed dat je naar video's zoals die van mij kijkt. Ik heb nog een aantal spots beschikbaar nu voor mijn 1-op-1 coaching. Ik geef 1-op-1 coaching in dropship, voor je dropship business, maar ook voor je bol business momenteel nog. Kans is aanzienlijk groot dat ik binnenkort geen 1-op-1 plekken meer heb. Door de geweldige groei van onze tribe, dus dat is in principe top. Hier zijn een paar van mijn favoriete boeken die ik vind dat je sowieso moet gaan lezen. How to Think and Grow Rich, Rich Dad Poor Dad, How to Win Friends and Influence People, Miljonairs Brein Ontdragveld, De Rijkste Man van Babylon, Master Your Mindset, De Kracht van het Nu, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Als je dus gaat investeren in jezelf of in boeken, afhankelijk van je kapitaal, ga je betere resultaten halen in life. Omdat je leert van mensen die al op een plek zijn waar je graag wilt zijn. Ik investeer al jaren in mezelf, in mentoren. En dat is iets wat ik ook zeker blijf doen. Het zorgt ervoor dat ik het resultaat veel sneller behaal waar ik wil zijn, ten opzichte van alles zelf uit gaan vogelen. Ik hoop dat je superveel gehad hebt aan deze video. Volg me op Instagram, Paul van Sprundel, en Facebook ook Paul van Sprundel. Like deze video. Show some love. Abonneer ook. En dan check ik je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.